400 kalveren van een dag of 20, dat is het aantal dat een DC-8 in één vlucht kan vervoeren. Hoe ver? Dat is feitelijk onbeperkt. Deze dieren gaan naar Chili, een vlucht van ruim 20 uren. Het zijn stamboekkalveren bestemd om de melkveestapel van Chili te helpen verbeteren. Dit is een vorm van Nederlandse ontwikkelingshulp. Sinds 1970 zijn er al meer dan 8500 dieren naar Chili gevlogen. De DC-8 is voor het veetransport aangepast. De kalveren komen er een beetje anders bij te zitten dan menselijke passagiers. Ze kunnen de luchtverversie niet eigenhandig regelen. Maar wie van hen geluk heeft, krijgt ook een raamplaats en kan lekker naar buiten kijken. Voor het vertrek gaan alle kleppen dicht. Dat dacht u maar.